Dames en heren, volgens mij heb ik het opgelost. Halleluja, we hebben hem. Kom jij maar mee naar beneden. Ik ben helemaal klaar met jullie, weet je dat? Jullie zijn even kut als elkaar. Dus wat we nu gaan doen, we gaan deze nomies terug naar beneden brengen, want volgens mij heb ik dan letterlijk de tweede DLC uitgespeeld. En ik moet er daarna nog eentje. En man, wat ben ik blij als deze game voorbij is. Kan ik jou hier opgooien? Allee-oep, ja dat kan ik. Allee-oep, dat kan ik, niet. Allee-oep, dat kan ik. En allee-oep, dat kan ik. Waarom? Kom op. Blijf er aan hangen. Ik word helemaal strontziek van deze ventjes. Weet je wat jullie doen? Oh, ik weet al wat je moet doen. Ik snap niet waarom ze... Oh, ik snap deze game soms niet, man. Kijk wat ik bedoel. Je moet die doos onderschuiven. Ja, dan kunnen jullie hierheen. Waarom is het soms zo moeilijk? Dames en heren. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Wat een kut DLC was dit. Wat een kut DLC was dit, zeg. Echt, deze was wel heel onduidelijk, jongen. Oké, dus nu hebben we al onze nomies. Wat gebeurt er allemaal, joh? Wat moet ik nu doen? Moet ik hier al springen ofzo? Ik weet niet of dit de route is hoor, maar... Daar lijkt het wel op. Daar lijkt het wel op inderdaad. Hopelijk ben ik wel een beetje goed te horen, want dit geluid is best wel hard. Hallo Nomi. Waar de fuck ga ik helemaal heen, joh? Is dit een iets waar ik doorheen moet? Blijf mij. Blijf mij even wel. Waar ben ik nou weer? Ik kan niet alleen. Oh hey. Oh. Blijkbaar ben ik broeder Noom nu. Oh, ze tellen gewoon die kill. Oké, dankjewel.
Weet je, misschien heb ik wel een hele hoop onaardige dingen over jullie gezegd, maar dankjewel. Oh, ik heb een huis verwarmd. Alles is aan het trillen. Waar ben ik nou weer? Oh, dat is de lady. Oh, she knows. Oh, kut. End in sight. Dat is de DLC die we hebben uitgespeeld. Volgens mij komt nu de laatste DLC. Want volgens mij heb ik die nog niet uitgespeeld. Of ik heb per ongeluk 3 DLC en 2 gedaan, dacht ik. Nee, we zijn er vrij zelfverzekerd van dat er nog The Residence eraan komt. Volgens mij is dat de laatste. Maar daar moeten we toen even op wachten totdat de loading screen voorbij is. Dames en heren, we gaan verder. Welkom bij de nieuwe DLC, de Residence. Zo makkelijk kan het gaan, jongens. Oké. Volgens mij moet ik die katrol pakken of wat het ook mag zijn. Om naar de overkant te swingen. Hey! Het ziet er zo erg uit alsof je het niet gaat halen. Maar je haalt het dan wel. Hey, kijk, er zijn mijn gnomies weer. Ja, ze hebben we. Ik heb toch iets voor ze gedaan. Maar het zijn wel naaiers. Oké, er zijn veel boeken. Oh, we moeten weer met de lady gaan kutten. Ik weet niet waar ik helemaal naartoe loop, maar... Ik word hier toch heel erg ongelukkig van. Er ligt een afsleutel. Beter doet zij niet even Fatou. Beter doe ik ook niet even Fatou. Holy shit. Crazy. Ik ga niet bij. Er loopt er een Nomi. Laat ik maar achter de Nomi aan gaan. Oké, nou hier moet duidelijk niet naartoe. Waar is de Nomi? I don't know man. Er liep hier een Nomi, ik weet niet waar de Nomi heen is. We gaan naar boven. Hier zit iets. Oh, ik mag hier nog niet naartoe. Hier ligt een poppetje. Oh! Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh nee, oh nee, oh nee. Oké. Ik weet niet wat hier de bedoeling van was.
Oké. Deze keer, voordat ik het popje oppak, even de kamer inspecteren. Hier is een deur. Als je het popje oppak, gaat de kamer kapot. Dus dan word ik geplet. Wat moet ik hier doen? Ik kom hier later even op terug. Sorry, even inspecteer. Ik bedoel, volgende aflevering gaan we pas echt, denk ik, als ik nu, als ik zie hoe dit nu al gaat, is het nu even inspecteren en dan de volgende aflevering kunnen we verder gaan met het oplossen van de problemen. Wat is dit? Ik dacht hier een Nomi te zien, maar niet dus. Dit is allemaal boek. Boeken. Kan ik hier naar boven klimmen? Nee. Kan ik hier überhaupt ergens boven klimmen? Nee. Ja, hier. Met de trap uiteraard. Stel, we pakken de trap, wat dan? We kunnen niet naar boven. Kunnen we de trap bewegen? Ja, dat kunnen we. Laten we even hopen dat inderdaad we hem ver genoeg hebben gereden. Oké, even zien. We kunnen hier in ieder geval overheen lopen. Dat is goed. Zijn we erop dat we de lamp moeten pakken? Oh, dood. Nevermind. Er moet hier iets gebeuren. Want die sprong kunnen we niet maken. We moeten hier bijna naar de overkant. Geen idee. Oké. Dus dit is een kamer. Ik weet alleen letterlijk niet wat ik hier moet doen. Oké. Oeps, enkels gebroken. Let's try that again. Nou, zoals ik al zei, ik moet even kijken hoe of wat, want ik heb letterlijk werkelijk waar geen idee. Kan ik dan misschien wel naar boven als ik de trap verrol? Want zo te zien kan ik trap verrollen. Dat kan ik inderdaad. Oké, hier zie ik wel een aantal dingen waar ik misschien wat mee kan. Ik zie hier een hendel. En ik zie hier een knop. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Oké, dan gaat dan een lens draaien. Oké. Kan ik aan deze hendel gaan hangen? Ja, dat kan ik. Oké, ik moet waarschijnlijk in dat oog schijnen, denk ik. Oké, dan draait hij. Welke, als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Dan draait die. Echt heel erg weinig. Oh, ik moet in alle drie die ogen draaien. Ja, ik zie het. Of in alle drie die ogen schijnen. Knop. Close. Nee. Deze moet er zo. Oh, kijk, dan draaien ze allemaal. Kijk, dat is het ding. Kijk, hier draaien ze allemaal, want dan schudt het ding. Hier draaien ze allemaal mee. Oké, dat zijn er twee.
ook wel in die buitenste draaien. Hier met eigenlijk alleen deze. Hij moet sowieso niet naar beneden gaan schijnen. Denk ik. Ik kijk even. Hiermee draai ik die twee en hiermee draai ik ze allemaal. Oké, dus die moeten we sowieso niet hebben. Die staat dus vast. Ik ben even aan het puzzelen. Oké, dus even kijken wat. Oké. Dat is 1. Dit is 1. Die staat goed. Dan kan ik hem letterlijk niet zien. Welke het zijn. Volgens mij. Oké, maar die staat dus ook goed. Welke moet ik dan nog goed zetten? Ik moet deze goed zetten. Zou je dan zo moeten? Misschien. Volgens mij staat het zo nog steeds goed hoor, maar. We kunnen even kijken. Al? Misschien wel. Ja, dus alleen die nog. En hoppa. Die zijn ze allemaal dicht. En nu? Ah, kijk. Oké, mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel met vrienden. En ik hoop je de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Little Nightmares: The Residence. See ya.